Goedemiddag mensen. Goedemiddag. Mag ik u allen hartelijk welkom heten namens uitgeverij Boom en Rolf over Julia op ten Noord. Op een bijzondere dag verschijnend, vandaag is het 9 november, dat is de geboortedag van Julia. Het is ook onder nog veel meer de Kristallnacht die 80 jaar geleden heeft plaatsgevonden. En Julia heeft het bestaan om toen in 1938 op te merken dat dat misschien wel door de Joden zelf in scène gezet zou zijn. Dus dan weten we meteen wat voor vlees we in de kuip hebben. Maar ik wilde mijn inleidingspraatje niet het gras voor de voeten van de andere sprekers wegmaaien, maar een andere kant van haar laten zien die het boek des te verwarrender maakt. Ik heb met een paar weken geleden met Roel een mooie schaakpartij gespeeld. Misschien weet u dat hij een schaker is. Nou, dat was Julia ook. En Julia schaakte ook met Walter Schütze, de zoon van een vriendin van Julia. Walter die bleek helemaal niets te weten van haar oorlogsverleden. En zij heeft aan de moeder van Walter ook verklaard dat zij na de oorlog, dus vele jaren na de oorlog, dat zij boeddhistische rondgang over de hele wereld ook mensen met andere huidskleuren is tegengekomen. En dat is egal, zei ze toen. Dus kennelijk is er iets veranderd in vele jaren. Iets drastisch veranderd. Het is een vrouw met heel veel raadsels. Ze is volgens Roel nog consequent interessanter dan de Zwarte Weduwe. Nou, dat gaan we vanmiddag zelf kunnen beoordelen. Ja, zeer verontrustend, want in de oorlog maakte zij fataal foute keuzes. Zij besloot namelijk een zoon voor de Führer te baren. En dat gaat vandaag uitvoerig worden verteld. Deze jongen is na de oorlog, laat ik even een kleine cliffhanger plaatsen. Het is hem niet goed vergaan, terwijl hij de toekomst van het Derde Rijk had moeten belichamen. Kortom, wat moet een provo in vredesnaam met een nazi-vrouw? Ja, waarom moet een provo uitgerekend een provo een boek over een nazi-vrouw schrijven? Een provo richt zich op de vrijheid, op individuele verantwoordelijkheid. En provo's moeten daarom heel goed weten wie de bedreigers zijn van die vrijheid. En aangezien wij in een tijdperk leven wat enige herinneringen oproept aan de jaren 30, toen er ook sprake was van vreemdelingenhaat en van nationalisme, heb ik gezocht naar een persoon die in die tijd ook door die gevoelens werd gedreven, om alles heel goed te gaan begrijpen. Want evenals toen staan wij nu onder druk, ook van autoritaire machthebbers in de wereld, die een bedreiging zijn voor die vrijheid. Ja, we hebben een radicaal verkeerde foto. Ja, in twee opzichten radicaal verkeerd. We moeten de eerste foto gewoon hebben. Ik weet echt niet meer tot wie ik me moet richten om die eerste foto op het scherm te krijgen. Ja, daar is hij. Dus dat is het boek. En nu moeten we foto 2 hebben. Dat moet zijn Julia en Florie, ja, daar zijn ze, hè? Ja, Florie was van Tonningen naast Julia op de Noord in 1940 in de zomer in Lunteren. Ja, wie was nou de meest betekenisvolle nazi-vrouw? Ja, Florie was van Tonningen is veel bekender geworden dan Julia op de Noord. Maar Julia was oneindig interessanter naar mijn mening. Zij was een vrouw die een hele interessante ontwikkeling in haar leven heeft doorgemaakt. Ze was niet alleen bezeten, maar ze was ook razend aantrekkelijk. En ze was ook creatief en ook steeds op zoek naar het ideaal van hoe zouden mensen nu het beste met elkaar kunnen samenleven.
ja, het is natuurlijk wonderlijk dat ze er dan uitkwam bij het nazisme, maar hoe dat is ontstaan, dat zal ik je vertellen. Julia is hier vlakbij geboren, aan de Amstel, op de Achtergracht, in 1910. En ja, op deze datum, die ze dus een beetje ironisch had uitgekozen. Julia die meende namelijk dat kinderen zelf hun geboortedag uitkiezen en ook hun ouders. Ja, Freule Julia op de Noord, en haar ouders waren van adel, had een goede Nederlandse opvoeding gehad. Ze had 3 jaar op het gymnasium gezeten, keurig voor een meisje dus van in die tijd. Ze blonk uit in sport en vooral in tennis. De ouders waren van adel. De grootvader was een machtige koloniale figuur geweest. Hij was de oprichter en de directeur van de Koninklijke Nederlandse Pakketvaartmaatschappij. Dat waren de schepen die alle eilanden van onze archipel in de Oost met elkaar verbonden. Hij was dus echt een sleutelfiguur in het koloniaal imperium. En Julia's vader was directeur van een bierbrouwerij, de Gekroonde Valk, ook hier vlakbij op de hoogte Kadijk, 100 meter hier vandaan. Dus Julia was eigenlijk in de wieg gelegd om een prominent huwelijk te sluiten in de bloem van de natie. Maar zij had een zelfstandig, een beetje opstandig karakter en dat koos een heel andere weg. 20 jaar oud keerde zij zich tot de Oxford-groep van Frank Boegman. Dat was een christelijke prediker. Die wilde alle godsdiensten op de wereld met elkaar verenigen. En door die vereniging de stem van God direct op aarde laten regeren. Julia werd een missionaris. En dat zou ze ook blijven. Ze reisde door de wereld als jonge vrouw met de opdracht om hoge persoonlijkheden te bekeren. En zo bereikte haar in 1934, toen Hitler een jaar aan de macht was, ook de uitnodiging om in Breslau een topbijeenkomst van de SS te bezoeken. Want Heinrich Himmler, de Rijksmajoor SS, die had ook banden met die Oxford-groep. En ja, zo kwam de Julia daar. En ze werd daar met alle egards ontvangen. Ze was zeer onder de indruk van die mensen. Niet in het minst omdat die in haar ogen in prachtige zwarte uniforms liepen. Die waren vervaardigd door Hugo Boss. En ja, het is echt waar. En ja, zij was dus van die zwarte kameraden zeer gecharmeerd, werd op een van verliefd. En Himmler was in haar ogen daar een zeer bescheiden man. Bescheiden man, heeft ze herhaaldelijk gezegd. En ze kon met hem heel goed praten, heel geweldig over reïncarnatie, karma. En dat, en niet astrologie die te vergeten, en dat waren ook zaken die voor Julia van eminent belang waren. En Himmler was onder de indruk van haar vrouwelijke gratie. En hij overtuigde haar dat de SS al precies datgene wat aan het doen was op aarde, wat Julia nog als religie voor ogen zweefde. En toen gebeurde het, de bekeerster werd bekeerd. Ze werd bekeerd tot de idealen van het Groot Germaanse Rijk, van het Arisch-Noordse ras. En dit is een verhaal waarin ik eigenlijk heel vaak zo zou moeten doen. Maar ik beperk me daarin, want ik wil me ook een beetje inleven in hoe zij het beleefd heeft, omdat wij moeten weten wie zij was en hoe zij dacht. Zij had eigenlijk
in principe wel een goed karakter met allemaal prettige eigenschappen, vrijgevigheid, trouw, op zoek naar goede idealen. Zij was vervuld van het idee dat zij een ideële opgave had te vervullen in het leven. Maar hoe kon zo'n vrouw met zo'n goed karakter toch gevangen worden in een misdadig web? De utopie van een bloedzuiver, eensgezind en eeuwig rijk, dat heeft haar hart getroffen. Een rijk dat zou afrekenen met onderling gekibbel en met het materialisme van Joden en Bolsjewisten. Ach, fantastisch vond zij dat. Aan de gedachte van die ene leider, daar was ze al aan gewend, want was de spirituele Van Boekman was ook de leider. En die gevoeligheid voor foute mannen met idealistische maskers, dat is een heel belangrijke factor geweest in haar bekering tot de SS-ideologie. Het was eigenlijk een amoureuze valstruk voor haar. En kon het een bezwaar zijn dat die mannen autoritair en racistisch waren? Nou, voor haar niet zo erg, want haar grootvader die had volgens dezelfde principes in Indië gewerkt. Dat ging ook uit van het principe van de autoriteit van het imperium en van de superioriteit van het witte ras. Dus dat hoorde tot Julia's nestgeur. Julia was super enthousiast. Als erengast van Himmler bezocht zij de partijdagen in Nuremberg. En ze werd ook lid van de toen nog jonge NSB. En in 1938 werd zij aangestoken door de gedachte om een nationaal-socialistische vrouwenorganisatie op te richten. En dat heeft ze gedaan precies in deze dagen waarin zich dus in Duitsland de Rijkskristallnacht afspeelde. Dus een afschuwelijke gebeurtenis waarin de synagogen in vlammen opgingen. Dat hield haar niet tegen om de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie op te richten. En ze had daarbij twee gedachten. Aan de ene kant wilde ze de vrouwen doordringen van de nazi-ideologie en van het belang van het bewaren van de raszuiverheid. En aan de andere kant had ze ook een vleugje feminisme in haar persoon. En dat bracht ze door de uiting door te zeggen van ja, vrouwen die moeten ook een goede opleiding krijgen, die moeten elk beroep kunnen uitoefenen en die moeten bij de verovering van de macht een gelijkwaardige rol kunnen spelen aan de man. Dus ze was, als nazi was ze antifeministisch, maar als persoon op de een of andere manier, ze zei er steeds bij, op vrouwelijke wijze was ze dan iets wat feministisch. Ze werd verliefd op Bas van Tonningen, de Groot-Germaanse tegenspeler van Mussert. En zij heeft Ros van Tonningen in contact gebracht met Heinrich Himmler. Himmler heeft gezegd dat hij haar in Nederland de meest betrouwbare figuur vond op wie hij kon steunen. En hij heeft onmiddellijk nadat Nederland bezet was, heeft hij Rauter, de opperbaas van de politie, de Duitse politie in Nederland,
die Rauter naar haar toegestuurd aan de Lavendeerdervoort in Den Haag, om van Julia adviezen te krijgen over wie de meest geschikte mannen zouden zijn om de posten te bezetten, de regeringsposten. Met Mussert raakte Julia in een hoog oplopend conflict. Want Mussert maakte zich kwaad over het feit dat Julia de meisjes van de NSB, de meisjes van de jeugdstorm, naar Duitsland lokte om daar spoedcursussen in nationaal socialisme te doen. En ja, dat irriteerde hem mateloos. En dat heeft ook de carrière van Julia flink geremd. Ze ging toen daarna naar Duitsland en werd verliefd op Pieter Schelte Herema. Want Rosson Tonninger die ging dus met Florrie ging die trouwen. Florrie was namelijk blond en dat was sterk in haar voordeel. Julia was zwart. En ja, ze was toen in Duitsland ook cursussen aan het doen. En er is een prachtige briefwisseling bewaard. Met 22 brieven van Julia aan Pieter Schelte Herema. Dat was een veelbelovende jonge SS'er die na de oorlog een groot internationaal offshore concern heeft gesticht. En maar die brieven van Julia, dat zijn juweeltjes van overgevoeligheid voor foute mannen. Kan ik iedereen aanraden om te lezen. Er is ook een heel hoofdstuk in mijn boek aangetekend. Ja, ze zijn echt heel persoonlijk. Himmler bezorgde Julia de functie van directrice van een nazi-internaat voor meisjes. Daar moest de vrouwelijke elite van het Derde Rijk worden opgevoed. En dat deed ze. Ze zette zich daar tot haar tenen voor in. Dat was in Limburg, de Reichsschule für Mädel. Ja, je ziet hier nu die Reichsschule für Mädel. En Julia in het midden ontvangt de Rijksbeauftragde uit Berlijn voor dat soort van onderwijs. En achter hem loopt Rauter. Vriend van Julia ook. Links en rechts staan haar leerlingen als engeltjes opgesteld. Maar er was één gedachte die Julia afleidde van dit alles en dat was haar kinderwens. Ze dacht dat ze als bewust ongehuwde moeder, want dat wilde ze zijn, dat kon combineren met de dagelijkse leiding van die school. Maar Himmler, die maakte haar duidelijk dat, ja, dat zou botsen met de Nederlandse fatsoensnormen. En hij maakte een plan voor haar, hij zond haar weg, zogenaamd met een speciale opdracht om in het oosten ook het onderwijs, het nazi-onderwijs te gaan promoten. Maar in werkelijkheid leidde hij haar naar Beieren, naar een dorpje Steinheuring, en daar was een Lebensbornheim. En daar ging Julia dan haar zoon voor de Führer baren. En dat bewuste ongehuwde moederschap van Julia, zoals zij dat zag, dat paste precies in Himmlers Lebensborn-filosofie. Dat was de gedachte dat er een raszuiver generatie moest worden gebaard en dat aan de ene kant het minderwaardige ras moest worden uitgeroeid, aan de andere kant een nieuw superieur ras in de wereld moest worden gebracht. Het lijkt bizar en gruwelijk en
dat is het ook. Het is ongelooflijk. Maar goed, Julia die was het daar dus helemaal over eens. En zij zagen dat dus als een consequente toepassing van de principes van de eugenetica voor racistische massaveroveringen. Himmler ging ervan uit dat de oorlogsvoering leidde tot een negatieve karakterselectie van het Germaanse ras. Want de dappere mannen gingen naar het front, stierven daar, terwijl de laffe mannen bij de kachel bleven en overleefden. Dus wat moest je eraan doen? Goede vrouwen zouden dus seksueel contact moeten nastreven met de dappere mannen, vlak voordat ze naar het front gingen. En zodoende hun dapperheid in een volgende generatie weer op de wereld te brengen. Ja, dus enige consequentheid kun je erin niet aan zeggen. Maar ja, het is wel iets om over na te denken, om zacht te zeggen. Goed, wie was nu eigenlijk de vader van Julia's kind? Dat kwam in 1944 ter wereld. Die zoon kwam in 1944 ter wereld in het Lebensborn-Heim. In het geheim, onder een valse naam. Niemand mocht het weten. Naar zijn peetvader, Himmler, Heinrich Himmler, heette die zoon dus ook Heinrich. Iedereen zei in hun omgeving, ook op die school, van ja, Himmler zal wel de vader zijn. Maar Julia zelf ontkende dat heftig. Volgens haar was het een Berlijnse legerarts, uiteraard ook van de SS. Want Julia had namelijk een fobie voor mannen die niet van de SS waren. Ik overdrijf niet hoor, het zijn echt realiteiten. En die Berlijnse SS, die legerarts, die was volgens haar gesneuveld. Er was ook nog een derde kandidaat, dat was een Haagse SS'er. Wie was nou van die drie de echte vader? Dat verklap ik dus nog even niet. Maar in elk geval, Julia ging toen werken bij het SS-hauptamt in Berlijn. Het hoofdkwartier. En daar was haar taak om strijdkrachten, mannen, dappere mannen uit de bezette Germaanse landen, dus onder andere Nederland, naar het oostfront te lokken. En dat deed ze, maar Himmler, die had een nog veel beter idee voor haar, die zei, jij moet Rijksbeauftraagde voor de SS-Helferine worden. Dus het zou een grote promotie zijn voor Julia, want dan was ze ineens de baas van de SS-vrouwen. Maar wat gebeurde, opmerkelijk genoeg, Julia heeft dat bevel geweigerd. En in die tijd was het natuurlijk levensgevaarlijk om bevelen van Himmler te weigeren, maar Julia, was een heel apart persoon, omdat zij dacht dat zij een nazate was van niemand minder dan Karel de Grote. Dus zij stond op gelijke voet met alle groten van de aarde. Dus ook met Himmler. Dus ja, dat doe ik niet, want dat is nu niet gepast. Het ligt niet op mijn karmische weg. En ze gingen vanuit dat ze dat zou overleven. En inderdaad, we kunnen naar de volgende foto. Na de capitulatie van het Derde Rijk ging Julia naar het zuiden van Beieren, de Beierse Alpen. En daar vond zij onderdak bij een schatrijke en zeer vooraanstaande nazi, de Reuter. En het merkwaardige was dat zij daar werd binnengehaald, hoewel ze dus eigenlijk op de vlucht was.
door de boeren in de omgeving, die zeiden van ja, dat is de vriendin van Himmler. En die Reuter die zei, god, zo'n bijzondere vrouw, die moeten we een villa aanbieden om daar te gaan wonen. Dus daar heeft zij, een goede tijd gehad, zou je kunnen zeggen. Maar ja, Heinrich, haar zoon, die werd dus beschouwd als de zoon van Himmler. En dat strekte hem in die tijd nog tot eer, want de boeren daar in de buurt, die vonden Heinrich geweldige, dappere strijder voor het vaderland. Is toen Julia gearresteerd door Nederlandse justitie. Ze is opgehaald, met een vliegtuig naar Den Haag gebracht. Ze heeft een vonnis gekregen. Rechters wisten niet alle feiten. En zij was een vrouw, dus ze is er met een strafje van afgekomen van iets meer dan een jaar. Ze is toen naar Beieren weer teruggegaan, want ze begreep wel dat het moeilijk zou zijn om in Nederland te leven met een zoon van die werd gezegd dat hij een kind van Himmler was. En daar in Beieren, daar is ze toen getrouwd met een volks kunstschilder en met hem samen heeft zij een volkskunsthandel opgezet, ook een beetje Germaans georiënteerd natuurlijk. En de rest van haar lange leven is ze in Duitsland gebleven. Mijn vrouw Marina en ik die hebben een lange speurtocht door Duitsland gemaakt om al de plekken, prachtige plekken te zien waar zij heeft gewoond na de oorlog. En uiteindelijk kwamen wij terecht bij Fulda, bij Frankfurt. En daar vonden wij een groep boeddhisten die tot het boeddhisme bekeerd waren door, stippeltje, 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 een zekere Julia op de Noord. En die hebben ons heel veel verteld over haar. Julia was op een spirituele zoektocht gegaan en die heeft zich talloze malen bekeerd, opnieuw bekeerd. Ze was een volgelinge geworden van achtereenvolgens Bhagwan, Ramakrishna, ik sla een paar etappes over, Mahatma Gandhi en de Dalai Lama tenslotte. En deze boeddhisten, met wie wij vrienden zijn geworden, zijn hier ook in de zaal. Dus een delegatie, eine Delegation is aus Fulda. Herzlich willkommen, Werner und Carola. Deze mensen die hebben ons dus heel veel verteld. En die waren eigenlijk vol lof over haar. Omdat ze hen allerlei tips hadden gegeven over hindoeïsme, boeddhisme, had hen allerlei boeken aangedragen. En ze was inspirerend voor hen geweest. Een zachtaardige Duitse vriend heeft mij gezegd, ja, zonder Julia zou ik niet zijn geweest die ik nu ben. Een man met linkse ideeën. En zij heeft zich dus op de een of andere manier veranderd. Maar ja, ik vroeg, ja, maar haar verleden dan? Vroeg ik aan de boeddhisten. En zei, ja, verleden, daar weten wij niks van. Ik zei, ja, ik heb hem op onbarmhartige wijze moeten inlichten over het verleden van Julia op de Noord. En dat kon ik niet geloven. En ik heb vanochtend aan het ontbijt nog eens een keer zitten vragen van ja, maar hebben jullie dan nooit eens gevraagd van ja, waarom kom je eigenlijk uit Nederland, waarom ben je hier, wat is aan je verleden? En ze zeiden ja, want ze was veel ouder en ze was een statige dame, ze had altijd rechtop en ze had altijd spirituele invallen en als we bij haar kwamen dan was het
een beetje schemerig, en hele mandala's aan de muur, en ze praten over karma en reïncarnatie. Dus wij kwamen in een spirituele narcose. En een spirituele narcose, pardon. Kunnen we dan de volgende foto? Ja, daar zijn we al. John van Julia Heinrich werd geen generaal, geen admiraal, wat de bedoeling was, maar hij werd reclameontwerper en erger, hij ging aan de drugs. Want hij had een probleem. Hij wist niet wie zijn vader was. En er waren wel journalisten die hem indreven dat hij mogelijk een zoon van Himmler was. En ook historici die erop wezen dat zijn moeder de favoriete van Himmler was in Nederland. En dat maakte hem toch zijn leven een beetje in vuur. Want in de jaren 70 en 80 was onder zijn generatiegenoten, ook mijn generatiegenoten, was Himmler helemaal niet meer die toffe peer, maar een ploert, een monster. En hij ben ik dan de zoon van een monster en ook nog een moeder die allerlei verhalen opdist over wie mijn vader was, zonder dat het waar is. Want Julia had gezegd, ja, het is Ruud Fischer met wie ik toen getrouwd had, die was de vader. Nee, Reuter was de vader. Nee, die Berlijnse legerarts. Hij vertrouwde het helemaal niet en wist niet waar hij naartoe was en die voelde zich bijzonder onbehagelijk. En hier zien jullie hem in een café in 1988. Hij is uiterst rechts. Zijn haar is plotseling uitgevallen. En in het voorjaar, in mei 1989, eind mei 1989, rook de buurman van Heinrich ineens een ondraaglijke stank uit zijn huis en bonsde op de deur, niemand deed open. Belde de politie, een politieman klauterde op het dak, keek door het dakraam naar binnen in de brandende zon en zag daar een lijk naar de televisie staren. Er kon geen autopsie meer gepleegd worden, want het lijk was al te ver in ontbinding. Was het zelfmoord? Ook dat verklap ik nog even niet, jullie moeten het boek nog lezen. Maar wel wil ik wel verklappen dat, dat er met de datum iets bijzonders was. Het was namelijk de dag, dezelfde dag, als de dag waarop peetvader Heinrich Himmler zelfmoord gepleegd had. En het was ook precies in de leeftijdsfase die Heinrich, de zoon van Julia, op dat moment had, die viel helemaal samen met de leeftijd van Heinrich Himmler toen hij zijn Siantali-pil doorbeet, waar allebei 44 jaar toen hun leven afliep. Julia heeft voor haar dood nog één interview gegeven, namelijk aan Amsterdammer Hans Oling, als het goed is, is die hier aanwezig. Ben je er anders, fijn. En die is daar naartoe gegaan, heeft uitgevolgd waar zij woonde. En die heeft haar de beslissende vraag gesteld: wist u van de Endlösung van de Joden? Ik wist het, heeft ze geantwoord. Ik wist het, maar ik zag het niet. Ik wist het, maar ik zag het niet. Ja, volgens mij natuurlijk wist ze het, want ze had het op zijn minst van haar bescheiden vriend Himmler kunnen horen. Of van haar vriendin Hertha, met wie ze bij de SS werkte, haar levenslange boezemvriendin. En Hertha was zelf als SS-vrouw actief geweest in het ghetto van Lodz. Dus ja, het is zo klaar als een klontje dat ze wist. Maar ze heeft het niet willen zien, zou je kunnen zeggen. Of ze was meegesleept, kon er niet meer onderuit en durfde niet meer te bekennen dat ze gewoon hartstikke fout was geweest.
Julia die heeft ook financieel, want ze was, ja, ze was rijk, hè, een hartstikke rijke familie, heeft ze financieel, heeft ze haar SS-kameraden en kameraadskus, zolang als ze dat kon, financieel gesteund. Ze had dus zwart haar, maar dat ondermijnde haar geloof in het blonde ras helemaal niet. Evenmin als het feit dat ze Joodse wortels had, want dat wist ze niet. Dat heb ik voor haar postuum moeten uitvinden. En ja, dat is dus in dit boek uitgelegd hoe dat zit. Ja, goed zo. Julia raakt mij, moet ik zeggen. Want ja, ze had een goed karakter en toch nazi. En dan nog wel op een verschrikkelijke manier. Ze heeft ook nooit echt met het nazisme gebroken. Dus ik heb afstand gehouden, althans dat heb ik geprobeerd, van deze gevaarlijke dame. Maar toen ik een eindje op weg was met het onderzoek, doker er toch dwars tegen mijn politieke antipathie in ook herkenningen op. Want er zijn ook, dacht ik ineens, overeenkomsten met mijn eigen leven. Ik was ook utopist. Ik zag ook de nieuwe samenleving ideaal achter de horizon gloren. Net zoals Julia, dat haar hele leven heeft nagejaagd. En ja, er zitten dus overeenkomsten tussen. En ik heb ook, toen ik een kind was, gehoopt dat de blanken, tel het maar even, de indianen een lesje zouden leren. Ja, dus ja, racisme is ook mij niet geheel vreemd. Hoe erg ik er ook tegen ben, ergens zit dat in onze cultuur. En ja, dus ik heb een soort ongemakkelijk meeleven met Julia gehad toen ik dat boek schreef. En die kwamen helemaal niet voort, dus integendeel uit haar politieke daden, maar uit die inleving in haar persoon. En die maakte het me eigenlijk onmogelijk om haar te beschrijven als iemand die helemaal totaal buiten onze eigen veilige antifascistische wereld staat. Het leven en denken van nazi's, dat staat niet zo onmetelijk ver van ons af als we denken. En het komt ook voort uit een sfeer die ons verdacht vertrouwd is. Andere tijd, maar toch ook akelig dichtbij. Ik heb me ook afgevraagd, hoe zou het nou zijn geweest als ik wat eerder was geboren en dan in een ander nest. En ik was als jonge theosoof uitgenodigd om in Breslau naar zo'n SS-bijeenkomst te gaan. Zou ik dan misschien ook bekeerd zijn geworden? Nou, als daar mooie vrouwen waren geweest in witte uniformen, ja, ik denk, dan was ik voor de bel gegaan. Net zoals bijvoorbeeld mijn jeugdheld Lucibert een tijd overkomen is. Ja, is wel schrikken. Het idee schokt mij ook. Maar ja, ik vind wel dat we duidelijk moeten zien dat er een overeenkomst in onze cultuur is en dat die bacillen van het fascisme ook in deze bestaande samenleving ook sluimerend aanwezig zijn. In vreemdelingenhaat, in nationalisme, autoritair gedrag, politieke leugens. En ook bijvoorbeeld terug naar de 17e eeuw utopisme à la Baudet. Dat is allemaal aanwezig en daar komt het uit voort. Dus ik heb een essay gemaakt, persoonlijke aantekeningen bij het leven van Julia op de Noord als aanhangsel achter in het boek. Ja, dus met dat gedachte-experiment heb ik ook jullie als lezers getracht te prikkelen om je eigen leven naast dat van deze paradoxale vrouw te houden.
Ik denk niet dat je haar hysterisch kunt noemen, maar wel manisch-utopistisch. Steeds op zoek naar de meest voortreffelijke utopie. De ene na de ander. En misschien was zij een crimineel dwaallicht. Ja, was zij in een bepaalde periode in haar leven zeker. Misschien was zij ook, dat zouden de mensen uit Fula zeggen als ze niet langzamerhand hun onschuld verloren hadden door de informaties. Een goede zielzorgster blijkt zich ook te zijn geweest. Maar ja, goed. Ik heb haar leven dus grondig willen uitvorsen, echt op wetenschappelijke manier. En ik heb daar ook de hulp voor gehad, want zo'n boek maak je niet alleen, van een heleboel hulpdetectives die me echt enorm geholpen hebben. Dus getuigen van haar leven, mensen die haar goed gekend hebben in Duitsland en in Nederland. Ik heb alle archieven nagegaan en ik wil deze hulpdetectives, die hier ook voor een belangrijk deel aanwezig zijn, ook heel erg hartelijk danken voor alle hulp zonder wie ik dat boek niet had kunnen maken. En ik wil ook uitgeverij Boom danken, de beste uitgeverij die ik tot nu toe in mijn leven heb gehad, zelfs met een 26e boek. En in het bijzonder Tijn Boom, de creatieve redacteur die hier nu voorzitter is. Maar nu wil ik het eerste exemplaar van dit boek aanbieden aan een vrouw die ongeveer een tegenovergesteld leven heeft gehad dan dat van de hoofdpersoon van dit boek, namelijk aan Hedy d'Ancona. Hedy, ik bewonder jou vanwege je voortdurende strijd tegen het kwaad en tegen het onrecht en tegen het fascisme. Iets waar je nog steeds mee doorgaat, is ik wil jou, ook omdat je lid bent van het comité tegen herlevend fascisme, in dit boek geven. Ja.